Ondrejka snapt er niks van. Oh! 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 De goal! Wat een blunder! Federico Gattoni. En de excuses lijken het wel van Matazzo, maar hij viert en hij maakt zijn allereerste voor Antwerpen dat er langs zij komt. 1-1, Anderlecht mag er weer opnieuw aan beginnen. Maar Gattoni met zo'n arrogantie, balletje met de zool en dan nog een beetje wachten, een beetje teasen. Je hebt er al voor gewaarschuwd in de eerste helft, waar je zegt opletten, opletten. Nog eens kijken, nee. Je ziet het heel vaak in het moderne voetbal. Ja, een rits die zich terecht boos maakt, is een verschrikkelijke bal van Gattoni. Maar vooral hetgeen zich net voor die bal gespeeld wordt, afspeelt, is het, maakt het des te erger of des te pijnlijker. Omdat hij zo'n beetje Antwerpen uit de tent wou lokken met die bal onder de wreef. Snap jij dat? Waar is hij? Nee, lijkt zich... Doumbia. Nog altijd. Maar ja, wat een goal. Maar de Doumbia, wat een invalbeurt. Wat een heerlijke treffer. Mark van Bommel. Net als exact een jaar geleden. Dansend en springend op het veld. Hij krijgt het afscheid dat hij zo graag wou. En dat hij ergens ook wel verdiend heeft. En de Bosuil springt, danst en viert. Een overwinning die zoveel deugd doet. Wat een individuele actie, hè. Daarnet deed het al goed. Goal. Geweldige goal. En draaide er nog achter, maar hier dacht je, na zijn rechter, toch nog maar eens kappen. Ja, maar dan toch nog lucide genoeg om naar binnen terug te komen en die kap te maken. Om dan zo voor zichzelf nog die ruimte te gaan creëren. Ja. Nou ja, een typisch Antwerp moment hier. Een paar slechte play-off 1, maar dan toch afsluiten met een hoogtepunt. En Anderlecht, ja, dat kon er dan wel nog bij, zeker na de teleurstelling van vorige week. Ja, dan scheurt hij misschien echt alles af. Ja, misschien kan dat gewoon niet. Balikwisha! Naar de lat. Ja, natuurlijk. Oh, dan is het toch wel de perfecte avond voor Antwerp. En kijk eens hoe hij zijn tanden blootlag. Het kon niet mooier eindigen voor deze cyclus bij Antwerp. Het is het einde van een cyclus, ja, maar wat een mooier. Mooier geschreven worden. En ook Balikwisha doet nog zijn duit in het zakje. Daar heb je weinig op aan te merken, denk ik. Zo. Nee, perfect getrapt. Je zou kunnen zeggen, niet echt in de hoek. En dus misschien net iets haalbaarder voor Kozemans. Maar hij was hard genoeg, waardoor het sowieso moeilijk is voor een doelman.